geleefd, hè? Een week, Dick. Ja, natuurlijk, een week te groot. Het is altijd een week geleden. Dat hoeft er niet steeds bij dat het een week geleden is. Maar je vroeg van, is dat lang geleden? Nee, dat is gewoon een gezegde dat je zegt een week geleden. Daar zijn we weer met een nieuwe aflevering van de Dick voor elkaar show. Oftewel, de Dijk voor iets anders show, zoals de Fransen zeggen. Nou, we zitten weer nokkie, bommetje, bommetje. En we staan er weer een grote boodschappentas op de gang. En leek me leuk om gelijk aan het begin te... Hoe is het toch mogelijk? Ik zit er weer middenin. Hey Dick. Ja, ik heb van de week iets heel bijzonders mee. Ja, maar ik probeer het zo snel mogelijk te doen. Ja, dan kunnen we door met het programma. Misschien hoort hij niet. Ja hoor. Hey Dick. Ja. Ik heb iets heel bijzonders meegemaakt. Oh, dat zal wel weer heel bijzonder zijn. Heel nou, bijzonder, we zijn vreselijk benieuwd wat het wel bijzonder. Hey, er wordt geklopt. Ja, er wordt geklopt op de beurt. Nou, kom op, dan komt binnen met die deur. Ja. Hallo, kom maar binnen. Kom binnen nou. Hallo. Goedemorgen. Jongen, wat een reis. Waar heb je Toos gelaten? Kom, die staat toch achter de deur? Wacht even, kom. Waarom kom je nu niet gelijk naar binnen, Toos? Ja, gewoon zo de deur van mijn neus. Oh, sorry. Ja, ik had er geen erg in. Dat komt natuurlijk, omdat ik heet ook Beb. Krijg ik ook altijd de deur met de bokjes. Bij de bokjes, ja. Ik krijg ook altijd die deur voor de snuffert. Nou, gelukkig, we zijn er weer. Dan gaan we verder met het programma, mensen. Want we zitten natuurlijk nog in nog. Ome Joop. Ome Joop is er ook al, hoor ik. Nee, Ome Joop is nog niet binnen. Ik hoor toch over... Waar is Ome Joop? Wat is een rommelig programma. Kom nou maar binnen. Goedemorgen, meisje. Ineens hebben jullie een zeehondje gezien. Ik ben er twee kwijt. Zeehondje gezien. Ik heb ze wel gehoord, Ome Joop. Ja. Oh, hij zit onder de bank. Ik zie hem. Ja, ik pak hem wel. Ik heb hem. Ook met rommelig en onsmakelijk gebeuren allemaal. Oh, daar is het zeehondje. Hij holde voor me vooruit. Hij holde vooruit. Ze zijn zo snel, die dingen. Ik heb iets heel bijzonders meegemaakt van de week. Hij heeft weer iets bijzonders meegemaakt. Hoe is het toch mogelijk? Wat heb je dan meegemaakt? Vertel me dit, de grond. Nou, ik ben ook vreselijk. Nieuwsgierig, wat heb je voor bijzonder? Zit dan altijd van die leuke verhalen? Ik ben uit eten geweest. Tjonge, wat een leuk verhaal, zeg nou. Heel bijzonder uit eten geweest. Oh, bijzonder uit eten. Wat heb je gegeten? De snackbar? Nee, ik heb echt chic gegeten. Chic gegeten met mes en vork? Chic gegeten? Ja, met mes en vork. Wat schuil, wat chic. Oh, zeg, dat is niks voor u. Hebben jullie de grote met mes en vork gegeten? Heel erg leuk, zeg. Nou, mensen, klaar, verhaal is over. Hij heeft chic gegeten. Dan kan het je schelen verder. Bij de hete buffel. Hè? Bij de hete buffel. Bij de hete buffel? Ja. Wat is de hete buffel? Restaurant de hete buffel. Restaurant de hete buffel. Waar zit dat tegenwoordig Waar zit dat? Is dat dat zit tegenover de koude kip. Oh ja. Ken je dat? Ja, maar die was toch weg? Daar zat toch de hakkenbar? Ja, die zit er nog. Oh, zit die er nog? Ja, die zit er nog. Oh, ik denk al, was in de hakkenbar. Daar haalt de hete buffel zijn biefstukken. Ja. Nou, dan gaan we de gouden keer eten, de buffel met zijn hete hakkenbar. Mensen, want we zitten nog niet zo weer aan die deur, dat gaat... Waar is de koffie? Harry, we zitten een beetje aan de tijd. We hebben weinig tijd, dus gooi gauw die kopjes neer, dan hebben we dat gehad. Hoppa. Zal ik het gelijk weer opruimen? Ja, natuurlijk. Anders heb je volgende week niks om er binnen te gooien. Ruim ik het weer op, hè? Ja, ik krijg het wel. Mensen, we gaan gauw verder. Want we zeiden, zoals ik al zei, nokkie nokkie bommetje bommetje. Maar ik raak dus in gesprek met zo'n ober, hè, bij de hete buffel. Ik denk, misschien is hij het kwijt. Misschien weet hij het niet meer. Ja hoor, hij weet het nog. Was zo gek, Dick. Die had een lepel zo hier. Oh, er schiet weer een zeehondje weg. Wat verdorie. Hier blijven, hier, bij de baas. Wat een chaos. Die had dus een lepel hier in het zakje, in zijn bovenzakje. Wie? Die ober van de hete buffel. Zit je nog steeds bij die hete buffel? Ja. Heel laat open. Zo, en maar ik zeg, waarom heb je hier een lepel? Ja, waarom heb je daar een lepel? Waar moet je opletten? Oh, hij zegt, we hebben onderzoek gehad dat 33% van de gasten hier... Ja. Die laat per ongeluk zijn lepel op de grond vallen. 33 laatste lepel. Uit efficiëntie-overweging hebben ze dus hier een lepel. Dan kunnen ze gelijk... Harry, je hoeft niet op de deur te kloppen als je weggaat. Alleen maar als je binnenkomt. Ja. Oh ja, sorry hoor. Ja. Oh, dan gooi ik hem dicht. Ik ben er nog niet doorheen.
van die man. Ja. Wat is er nou met die buffel? Er was een buffel met een lepel in zijn zak. Wat was er nou? Die 33% van die had een lepel in zijn zak. Omdat 33% van... Wat een verhaal? Ik ben het helemaal kwijt. Ik heb het ook wel eens, hoor. Ik begrijp er niks meer van. Laat vallen. Oh, ja. Dan zit ik mijn lippen te siften. Oh ja, ik nooit. Oh, ik hou alles keurig op tafel. Oh, jij wel? Ja, ik wel. Nou, het verhaal is nog niet uit, want ik zag ook dat die ober die had een touwtje aan zijn gulp hangen. Hè, de grote. Ik voel het alweer een kant op gaan die ik niet wil weten. Dus ik zeg tegen die man, waarom hangt dat touwtje aan je gulp? Ja, waarom hangt het touwtje? Als wij nou naar het toilet gaan... Oh, ja, ik begrijp het al. Dan hoeven onze handen niet te doen, dus dan trekken we aan het touwtje. Het grote, ik wil het allemaal niet weten. Het is genoeg zo. Nee, het is genoeg. Oh, wat handig, wat efficiënt. Is dat bij de hete buffel? Doe smaak uit de buffel. Oh, dan ga ik het toch eens kijken. Vind het wel interessant. Ja. Dus ik heb ook, ik heb ze vaak een touwtje aan mijn gulp hangen. Oh ja? Moet je even trekken en dan... Hoppa! Wonder dat we nog kijkcijfers hebben überhaupt. Nou, dat is een slimme guy, hè? Hop, trek dan. Ja, nooit zijn handen, ja, hoeft nooit zijn handen te wassen. Maar hoe fluit hij hem dan weer terug, zal ik maar zeggen? Nou, dat vroeg ik ook aan die oma. Hij zegt, ik weet niet wat mijn collega's doen, maar ik gebruik er altijd die lepel voor. Hey. Frits Bom, die heb, Frits Bom? Ja, die moest naar voren. Wat Frits Bom? Want die heeft een liefdadigheid, een recordwedstrijd. Wie, Twan de Stuntman? Twan de Stuntman, ja. Komt die eerst? Ja, liefdadigheid, wat gaat hij doen? Nou, oh, leuke liefdadigheid. Ik doe zelf ook heel veel aan liefdadigheid. Oh, ja, wat is dat? Wat doe je dan? Nou, ik doe dadig en dan doe ik er lief mee. Oh! Ja, daar hebben we geen moeite mee. Waar gaan we nou kijken naar die stuntman? Frits Bom. Frits Bom, daar heb je hem al. Ja, kom maar. Dag dames en heren, de naam is Frits Bom. Het was spannend vandaag, dat kan ik u verzekeren. Het gaat hierom. Wereldrecord valhelm slaan. Het record zou staan op 199 slagen, maar ik heb eigenlijk geen idee wat het is. Want de mensen zijn nog bezig met het opstellen van alle materialen. U ziet het hier, u ziet het daar. Het wordt spectaculair. We sidderen. We sidderen. Onze emotie kent eigenlijk geen grenzen meer. Terug naar de studio nog even. Tjonge, hij staat te sidderen. Ik denk al wat hoor ik, Frits Bom staat te sidderen. Dan zet ik hem op een laag pitje en dan laat ik hem even een uurtje sidderen. Sudderen? Ja, dat is sudderen. Sudderen, ja, natuurlijk. Nou, mensen, ik zei net al, het is tijd voor On the Road met de Groot. Dan ga ik naar Piet Konijn. On the Road met de Groot, dames en heren. Waar ben ik? Oh, hier ben u. Ja, hier ben ik alweer in beeld. Hier ben ik in beeld. Oh, daar ben ik alweer. Jongens, ze zagen heel goed. Hartelijk welkom weer in het magazijn. Laat die vee zijn van Piet Konijn. Deze week, ik ben weer gebeld aan alle kanten van... zijn er nog prototypes? Is er nog wat bijzonders gebeurd? Nou, ik zal wel zeggen, ik heb deze week een hele bijzondere. Want ik zit toevallig, ik zit hier nou even zo te lezen. Maar ineens zit je te lezen, denk je, potverdorie, heb je allemaal wel eens. Ik moet even plassen. Oh, wat? Nee, ik moet niet. Nee, ik moet niet. Ik zeg, dat heb je wel eens, dat je denkt, ik moet even plassen. Oh, ja. Dan moet je je boekje neerleggen, nietwaar? En dan ga je naar het toilet om te plassen. Maar in dit geval heb ik dus een uitvinding gedaan. Je kan het boekje gewoon meenemen. Je hebt de handen niet nodig. Het is een volautomatisch, zal maar zeggen, robot-toilet. Dat ziet er wel heel bijzonder uit. Hè? Het is een, urinoir, zeggen ze ook wel eens, weet je wel, urinoir. En het is dus, wordt dus een computer gestuurd. En helemaal volautomatisch. Ik zal even een demonstratie geven. Ik zet hem even aan. Dan gaat de armen bewegen. Zie je wel, komt hij op gang. Zie je wel. Kijk, dan ga ik gewoon doen. Ga ik dat boekje gewoon vasthouden. Ik hoef alleen maar de jas open te doen. Ja. En dan ga ik ervoor staan en hij doet de rest. Kijk, daar gaat hij. Dat gaat dan gebeuren. Ja. Hij probeert nu de ingang te vinden. Ja, voorzichtig maar. Ik geef er nu nog even naast. Er is nog een prototype. Ja, oké. Nu is die man zoek even. Ja. Dat kan even duren, want hij vindt hem als je één keer geweest bent, slaat hij in zijn geheugen op waar hij zit. Oké. Maar de eerste keer zoekt hij even en dan geeft hij dat een plaatsje op de harde schijf. Ja, heeft hem. Oké. Nu gaat hij voorzichtig, ja. Oké, en dan kan ik gewoon mijn boekje vasthouden. Ik heb geen handen nodig. Nee. Plaatsen zonder handen. Ja, ja. Jullie wel, ik sta nu te plaatsen. Ja. En in de tussen lees ik gewoon verder.
Nou, ik voel dit bijna gebeurd en dat voelt hij registreert ook. Ja, ja. Die wat, schurren. Schurren, dat je niet met een natte broek weghaalt. Zo, aan weer terug, ja. Top wel, ja, doe maar weer. Moet even helpen, in het begin moet je even helpen. Dan zijn je op allemaal nieuwigheid toch, ja. Zo, ja, en even sluiten weer, ja. Oh, wacht, even, velletje. Terug, ietsje. Ja, los. Ja, oké. Okay. Ah, ja, dat is er dan. Zo, ja. Nou, we zien er wel geen handen gebruikt, hè? Nee, het is een prototype, je moet hem een beetje helpen natuurlijk, toch? Maar ik heb geen handen gebruikt, dus ik hoef de handen ook niet te wassen. Nee. Hij wel, natuurlijk. Ja. Dus ik heb er even een bakje water staan. Wel zo hygiënisch, hè? Even de handen wassen. Afspoelen is hier wel goed keurig op je voet, hè? Wat? Het is allemaal in het geheugen opgeslagen. Hier, maak zelf de handjes droog. Is het makkelijk of is het niet makkelijk? Oh, geweldig. Hè? Dat dacht ik ook. Nou ja, dat was het dan zo'n beetje. Ik zeg nogmaals, ik heb geen idee wanneer het op de markt komt. Dat kan nog jaren duren, maar leuk om even een keer te laten zien. Ja. Precies. Ik zou zeggen, dit was weer Piet Goedeen. Ja. Vanuit de makers heen, laat die feest heen. Interessant, jammer dat het allemaal prototypes zijn. Ja, dat is heel jammer dat het niet op de markt komt. Nou, ik wacht nog even, ik doe het nog even zelf allemaal. Hey Dick. Hey Dick. Had ik al verteld van die buurvrouw van mij? Ik hoop het. Nou, volgens mij niet. Nee, volgens mij ook niet. Nee, dat heb ik nog niet verteld. Nou, die heeft een buurvrouw. Die heeft een nieuw dieet uitgevonden. Oh, interessant. Dat wil ik graag weten. Wat is dat voor een dieet? Want ik ben de hele dag op dieet. Nou, het is niet een dieet om af te vallen. Oh, dan heb ik er niks aan. Ik moet afvallen bij mij. Je komt aan bij dat dieet. Je komt aan? Ja, bij dat dieet kom je aan. Wat is dat? Heb je nou waarom een dieet om aan te komen? Wat is het bijzonder? Hoe heet dat dan? Wat is dat voor een dieet? Sonja Banketbakker. Mensen, we gaan gauw verder. Oh, want het leek wel leuk. Sonja Banketbakker. Zullen we even kijken of Frits Bommel begonnen is? Hij staat er al. Mooi, ik zou zeggen een hele goede middag, Frits. Ja, daar zijn we dan, hè? Bijzonder, dat wordt een hele bijzondere, nou ja, stunt niet direct. Het is meer een wereldrecord gaan we breken. Wereldrecord. Wereldrecord valhelm slaan. Dat is een wilde start, hè? Wereldrecord valhelm slaan. En hoe doen we dat? Maar wacht even, is dat al een keer eerder gedaan? Is er al een aantal slagen? Het staat momenteel op 199. Vorig heeft iemand het gedaan, 199, dus daar moeten we overheen. Naar de 200. En het gaat op deze manier. Ik ga hier zometeen op deze kop van Jut, ga ik hier liggen, met mijn kin op het contactpunt. En er komen dan nu mensen op, en die slaan dan met deze hamer op mijn helm, bam, en dan gaat de bel omhoog. En als de bel niet gaat, dan ja. Oh, dat doet er het schepend. Hij moet gaan, de bel. Maar dat doet toch zeer? Dat doet zeer, maar ik heb hem voorbereid natuurlijk, hè. Ik heb menig aspirintje naar binnen gevoerd vanmorgen. Ik heb er twee ingenomen achter elkaar met water. Ik ga vast liggen, Frits. Ja. Dus ik ga met mijn kin hier op het contactpunt liggen. Zo. Ik heb even vastgevecht. Voilà. En dan sla ik met mijn kin de contactpunt in. Kan het? Zo. Ja. Oké. Nou, ik zie je bent er klaar voor. Ik zou zeggen, op naar het nieuwe wereldrecord. Zo is het. Kom maar. Ja. Geweldig. Zo, easy. De eerste slag hebben we. Enorm. Tel de volgende. Oh. Die is een voltreffer. Geweldig. Kijk. Oh. Ik vind het spannend. Ik begrijp je waar die al begint. Dan krijg je er enorm. Ik zie het al gebeuren. 99 keer. Zeg even niet. Het is heel spannend om het te gaan volhouden. Ja. We gaan zo even kijken. Wij gaan intussen verder met het programma. Je hoeft niet die 199 klappen te zien. Het is allemaal een klap is een klap, nietwaar? Ja, dus het lijkt mij leuk om even tussen te gaan. Zeg mensen, hallo, voor we even verder gaan. Dan ben ik weer voor Jan met de korte achterlul gekomen. Of kom ik nog aan de beurt? Anders ga ik even de bout hachelen. Nou, ga nog niet de bout hachelen, dat weet ik. Nou, doe maar even mee op, want we krijgen eerst de VIP-reet. De VIP-reet? De VIP-reet. Welke reet? Nee, de VIP-reet. Oh, de VIP-reet. Oh, we krijgen natuurlijk. Ja, heel erg leuk. We hebben een hele bijzondere muzikale gebeurtenis. We hebben André Rieu. Oh!
dans, ja. André Rieu. Dat vind ik altijd zo leuk. André Rieu. André Rieu, die mag wel eens over me heen walsen, hoor. Die André Rieu. We hoeven het allemaal niet te weten, mensen. Hij gaat gewoon viool spelen. Speciaal nummer, speciaal voor de Ding voor Mekaar Show. Hier is André Rieu, dames en heren. Dames en heren, hier is André Rieu. Niet een avond in Wien. Goedenavond. Hallo, ik ben André Rieu. Ik kom uit een klassiek milieu. Dat Johan Strauss was immer mijn idool. De mensen vragen vaak, meneer Rieu, ach, speelt u nog een keer zo'n schitterende wals op mijn viool? Streken is een hele klus, maar op mijn Stradivarius streek ik met veel plezier mijn melodie. En vooral een wals van Johan Strauss vind ik te gek, te gaaf, te wals. Alleen die speel je niet zo 1, 2, 3. Het is heel veel studeren, nachten repeteren, steeds hetzelfde deuntje zonder tegenzin. Alleen de buurt wordt er gek van, dus zo nu en dan, dan gooit er wel eens een bij mij de ramen in. Ik ben André Rieu, biljarten speel ik met een keu, maar liever speel ik Strauss op mijn viool. Soms vragen mensen mij, zegt hij, ben je ook verkrijgbaar op CD? Dan zeg ik op zijn Oostenrijks, jawohl. Maar natuurlijk heb ik ook, net als ieder ander, af en toe zo schoon genoeg van Weense vals. Dan speel ik expres om de boel te jennen, die hele blauwe Donau als een hoer zo vals. En wat leek dat viooltje ook om zijn moeder ook, ja. Van je die? Ja, was heel erg leuk. Ja. Leuk zo'n geboorte mee te maken. Dick, ik was nog niet klaar met dat verhaal over mijn buurvrouw, hè? Oh, welke? Weer? Die links bij mij was. Oh, die van de sojabakker. Ja, die van sojabakker. Oh, had ze nog meer? Ja. Als hobby heeft ze breien. Jongen, dat is bijzonder. Dat hebben we nooit een buurvrouw zien doen, hè? Dat ze zat te breien. Ja. Wat bijzonder. Ja, heel bijzonder. Waarom is dat nou bijzonder? Nou, ze breidt met houtwol. Met houtwol? Ja, ik hoor het ook met houtwol. Wat is er nou voor ons? Hè? Wat maakt ze nou? Gisterenmiddag 12 uur begonnen en om 6 uur zat ze nog te draaien. Oh, wat hebben ze dan gemaakt? Een keukenkastje. Misschien kan ze bij mij een theemeubeltje maken. Ja. Ik heb graag een theemeubeltje. Oh ja. Dan moet je bij de groot zijn. De groot gaat het allemaal regelen. Dat kan ook wel. Eens even kijken, want heel erg leuk, want het is weer het hoogtepunt van dit programma. Oh ja. We hebben weer even cultureel, even weer, u weet wel, donderdagavond, de toneelavond. Ja, de donderdagavond, weet je wel, de toneelavond. Maar het is vrijdag. Dat maakt toch niet uit. Vroeger was dat op donderdag. Oh. En zo leuk, want we hebben een speciaal, speciaal optreden, van gastoptreden, van Rob Brandsteder. Ik word helemaal warm van onder. Ja, mensen, wat een toestand. De man van dik in de 60 overdrijft die auto's. We gaan naar Rob Brandsteder doet mee. En dat is heel erg leuk. Veel leuk dat hij meedoet. Ja. Dus we gaan kijken naar onder andere Rob Brandsteder in het Dik voor Mekaar Teletheater. Ja. Ik zoek een boek. Zegt u? Een boek zoek. Bent u het kwijt? Nee. Ik wou graag een boek lenen.
Oline, ja. dat kan. Het is hier een bibliotheek, hè? Bibliotheek, ja, ja. Wij lenen boeken uit. Dat begrijp ik. Heel graag. Maar ik, misschien kunt u mij even helpen. Natuurlijk, altijd. Want daar staan we voor, hè? Kijk, is even info. Ja, info. Oh ja, bibliotheek info. Ik ben info. Maar ik kom er niet uit. U komt er niet uit? Nee. Het is heel eenvoudig. Kijk, je gaat hier de trap op en dan de eerste deur rechts staat hij buiten. Nee, ik heb een beetje moeite met het vinden van een boek. Misschien kunt u mij even helpen. Oh, u wilt een boek? Ja, het staat een beetje ongesorteerd. Ongesorteerd? Ja, door elkaar heen. Nou, ik vind het vrij overzichtelijk. Vindt u zelf ook niet? Kijk eens, daar de groene, daar de rode, daar de blauwe. Kan het overzichtelijk? Oh, alles staat op kleur gesorteerd. Alles staat op kleur. Dat was een idee van mezelf. Ik, vroeger hadden we ze altijd door elkaar. Ik sta er weer gek van. Hè? Ik kwam thuis en dan draaide het nog voor de ogen. Oh, ik begrijp het. Ja. Nu rustig. Ja, het is rustig. Maar is het nu niet een beetje moeilijk om een boek te vinden? Nee, helemaal niet. Want ik ga helpen. Ik sta hier om te helpen. Kan je helpen? Ja, ja. Oh, ja. Wat zoekt u voor een boek? Ik zoek kleine klussen in een handomdraai van Karel Klus. Gaat u klussen? Ja. U? Ja. Oké. Ik ga eens even voor u kijken. Kleine klussen in een handomdraai. Dan moet ik even in het... Van Karel Klus. Zeker Karel Klus. Even kijken. Dat waarschijnlijk bij de K. Wacht even hoor. Even kijken. Klas. Nee, klus. Ja, maar dat gaat hem vol. Klas. Klos. Klus, hier heb ik hem al. Kleine klus in de handenbruik, Karel Klus. Ja, dat is hem. Dat is een groen boek. Het staat daar in de groene boekenkast. Daar staat. Ja, maar daar staan honderden groene boeken. Ja, natuurlijk, ja. Maar ze staan onderverdeeld. Oh, ze staan onderverdeeld. Ja, oh, natuurlijk. Dat wist ik. Ja, nee, dat zou te gek worden. Dat is niet ja, dat te gaat niet lukken, natuurlijk. Nee. Kijk, we hebben dat volgende gedaan. Het leek me het handigste. We hebben de grote groene boeken aan de bovenkant staan. En de kleine groene boeken staan aan de onderkant. Maar dat kan het eigenlijk de grote niet, staan boven en de kleine, staan beneden. Staan onder. Is het een groot boek, een klein boek? Weet u dat? Ja, dat weet ik niet. Dat weet u niet? Nee. U heeft niet veel informatie, hè? Wat bedoelt u? Nou ja, u weet niet... Ik weet wie het heeft geschreven. Ja. En hoe het boek heet. Ja, maar u weet geen kleur. Nee, natuurlijk weet ik geen kleur. Oh, ja. Maar dat interesseert me ook niet zo erg, hoor. Niet? Kleur, formaat. Ja, ik zoek op titel. Op titel? Ja. Heel ouderwets. Op titel? A, B, C bedoel je? Ja. We hebben het nog wel, op de bovenste etage staan allemaal kopieën van deze boeken. Staan daar nog een keer. En daar kunt u op titel zoeken. Nog een keer? Van de boven, ja. Ah, dus niet op kleur? Nee, en ook niet op formaat, maar gewoon op titel. Oh, ja. Fijn. Ja. Zou ik dan even kunnen kijken waar ik boven op titel dan... een kleine klussen in een handomdraai van Karel Klus. Ga ik meteen voor u doen. Is dat een klusboek? Ja, dat is een klusboek. Ja. Een klusboek, dan moet ik de andere maar zeggen. Dan moet ik deze hebben, wacht even hoor. Karel Klus, klussen in een handomdraai. Is dat een dun boek of een dik boek? Wat bedoel je, een dun of een dik boek? Oh ja, dunne boeken, ja, dikke boeken, hè? Weet u dat? Is het, dunne het is nog niet te geloven, hè? Oh ja, voor het systeem, hè? Ja, het systeem. Ja, anders heb ik het. Maar toen lijkt meneer een dun of een dik boek, groen of blauw of paars. Ja, wat is het hier voor een puinhoop? Puinhoop? Ja, puinhoop. Piet, puinhoop. Dan moet ik even kijken bij P. Nee, het systeem is een... Nou, ach, mevrouw Vermeulen, bent u daarvoor? U komt het boek terugbrengen? Ja, inderdaad. Ja, heeft u genoten? Oh, het boek, was een prachtig boek. Heerlijk, heerlijk. De mooiste liefdesroman die ik ooit heb gelezen. Ja. Oh, die passie met die man. Oh, die vrouw die dat... En dat eerder hoofdstuk opnieuw. En zij over hem heen. En hij over haar heen. Oh, ik word er helemaal warm van. Ja. Als ik er nog aan denk. Ja. eens even kijken. Welk boek zocht u nou precies? Doet u mij met de blauwe boek. Hij kan het nog wel, hè? Bloemen doorprijs. Ja, ja, mensen, hij bewoog. Hij bewoog. Oh. Nou, we gaan verder met het programma, mensen. Hey, want, Dick, had ik word dat toch zo... Had ik al verteld over die kennis van mij? Ik hoop het zo. Wat is er nou weer met die kennis? Nou, ik heb het niet gehoord. Nee, ik heb het ook niet gehoord. Wat interessant. Heb je een kennis? Nou, ik maak me wel een beetje bezorgd. Nou, we zijn verschrikkelijk nieuwsgierig. Ja. Nou, ik ben ook nieuwsgierig. Wat zou er zijn met die kennis, hè? Ja. Wat was er met die kennis? Nou, ik was van de week bij hem. Ja. En toen viel me op dat hij zo langzaam is eigenlijk. Wie, die kennis? Ja, langzaam? Dus, hij werkt ja, langzaam. Lang. Ja. Maar weet je zeker dat je niet voor een spiegel stond, de groot? Hoor nou wie het zegt, het viel me op dat hij zo langzaam is. Hoor je nou, vanzelf wat je zegt. Goed.
Mensen, we gaan verder met het programma. Oh, ja. Want we kunnen niet aan dolle blijven. Frits Bom, die zal... Oh, even kijken, ja, hoe ver is die Frits Bom? Ja, natuurlijk. Ja, zeer benieuwd. Hoe ver is snel zien, want... Oh, ja, oh, ja. We zijn er 16 bezig. En elke deelnemer mag maar één keer slaan, maar wij gaan we doen met het spel. Kijk eens even, zeg. En zo zijn we op weg naar de 199. En de uitslag van 200. 200. Nou, we zien het zo wel. We gaan het zo meemaken. We kunnen daar niet op wachten. We horen wel tegen de tijd dat hij voorbij de 190 is. Op die manier, ja. Dan gaan we verder met veranderen. Ja, we zijn toegekomen aan wat mij betreft het hoogtepunt van het programma. Hoogtepunt? Waar gaat Culturele diepgang. Wat is dat nou weer? De huisfilosoof. Het komt daar weer. Gerard Hunsel. Is die weer die gek? Komt die weer Gerard uit de kant? Gerard Hunsel. Daar heb ik nou geen zin hij in. Hij zit er wel klaar voor, hoor. Gerard Hunsel. Met gepaste trots, dames en heren. Gerard Hunsel. Goedemiddag. Fijn dat ik er weer even ben. Want nou, ik denk, ik ging omhoog. Ik zag het komen, ja. Ook op straat natuurlijk. Even snel. Heb je nog wat meegemaakt? Je hebt allemaal wel eens dat je wat meemaakt. Ik had laatst, ik was met vakantie geweest. Oh. En tenminste, ja, nou ja, dat viel met plus. Ik was bijna, ik wilde met vakantie, maar het ging eigenlijk zo. Het kwam een beetje moeilijk uit, want ik was... ik had namelijk al vakantie, dus ik denk, nou, dat is een beetje zonde dat is jammer, om met vakantie te gaan als je al vakantie hebt, nietwaar? Nou ja, mijn vrouw zegt ook, laat me maar gaan, want anders heb je er na de hand spijt van dat je niet geweest bent. Nee, dat is zo. En afijn, toen hebben we dus geboekt, tenminste, we zijn aan het boeken geweest. Ja. En mijn vrouw zegt, laten we dan een 3-sterren hotel nemen. Maar we hebben thuis een 3-sterren koelkast, die is ook niet warm te krijgen. Dus ik zei, ik zei, dat kunnen we dan misschien beter niet doen. Dus toen zijn we naar de camping geweest. En de camping zijn we gegaan. Oh, leuk. Het was een hele gezellige camping waar we waren. Die lag aan zee, een camping. Zee. Tenminste, bij App lag hij aan zee. Als het vloed lag, dan lag er er was geen zwembad bij, dus dat kwam goed uit. Oh, en bovendien, we hadden twee tenten bij, want we hadden een binnentent en een buitentent hadden we meegenomen. Handig. Ja. Nou ja, binnentent, je gaat niet binnen staan met je binnentent. Nee, we hadden de buitentent nodig, omdat we buiten wouden gaan staan. Ja. Alhoewel, achteraf hadden we beter met de buitentent ook binnen kunnen gaan staan. Hoezo? Die tent was zo lekker als mijn buurvrouw. Buurvrouw? Mijn buurvrouw, de wasmachine dan natuurlijk. Maar goed, wij staan dus op die camping. Het was een hele gezellige camping. En er komt een man, en wij zitten dus zo bij de tent. Wij zaten in de voortent. Oh. En er komt een man naar ons toe en die zegt... Ja, hij zegt... ik zit al 2 weken hier op de camping en ik ben zo moe. Hij zegt, ik ben zo moe. Hij zegt, mag ik even hier komen zitten? Ik zeg, ja, tuurlijk. Ik zeg, maar waar ben je zo moe van? Hij zegt, ik heb een staakcaravan. Dus ook dat zijn dat soort dingen hebt natuurlijk. Enfin, wij komen aan de babbel en hij zei wat er bleek. Hij had namelijk een tweelingbroer, die was 3 jaar ouder als hij. En die, dat was niet helemaal goed. Ik weet niet, die was behanger op een rondvaartboot. Ik heb het niet goed begrepen. Behanger op een rondvaartboot. Die was een keer, die was niet goed. Die zat in de ziektewet, want die was uit de bocht gevlogen. Och jee. Toen hij linksdraaiende yoghurt zat te eten. Dus ja, dat is natuurlijk ook gevaarlijk. Linksdraaiende yoghurt. Maar als je daar geen erg in hebt. Enfin, maar wij zitten op die camping en er was natuurlijk heel gezellig op. Die was een reuze gezellige camping, maar het was druk. We zaten midden in andere tenten. Oh. En naast ons stond een hele roze tent. Een roze tent. Die was echt vuurroze. Heel roze. Oh. En daar bleek achteraf dat het een echte tent was. Maar ja, die wisten wij ook niet. Maar goed, dat maakt mij niet uit. Maar aan de andere kant, er stond zo'n echte, zo'n typische, zo'n Indiaanse tent, zou ik zeggen. Zo'n wigwam. Een wigwam. Wigwam. Nee, wigwam. Dat is het oude model. De wigwam. Dat was een oude degelijke nog. Die maken ze niet meer, de wigwams. Ze zijn nou die gewone wigwam. En er zat een hele Indiaanse familie, een hele stam zat erin. Met een stamhoofd erbij natuurlijk. Met zo'n kop had hij zo'n stamhoofd. En die vader, zou maar zeggen, van het gezin, dat waren echte, originele, authentieke Indiaanse familie uit Schorl. Zo, Schorl. En die,
Schorrel? Ja, het zit overal. En die, maar die man was niet, tenminste, die man was vrij stil. Die was nogal stilletjes. Oh. Die zat een hele beetje voor zich uit te kijken. Ja, zo. Oh. En, ja hij was een beetje in. Hij zat op onderdelen te wachten. Want hij had zijn neusbeentje gebroken. Dus toen moest hij niet meer spullen hebben. Onderdelen voor zijn neusbeentje. Toen op een gegeven moment, toen zat hij dus zo. En het ene, hij zei dus niet veel, omdat hij wist niet wat hij zeggen moest. Oh. Dus hij zei alleen maar een beetje, zeg maar, ugh. Om de vijf, ugh. En zonder zijn hand voor zijn mond te houden, gewoon zo, ugh. Want ik zeg, ben u misschien verkouden? Toen zei hij, och. Maar gaat in ieder geval, wat wel heel bijzonder, want dat hebben ze veel, dat zie je heel vaak heel bij Indianen. Wat? Die hebben zo'n veren, zo'n Indianen. En hij had helemaal van zo'n prachtige, van die spierwitte veren, die op die toys, zo'n witte veren. Hij zei, die komt zo, die heb ik geërfd van mijn vader. Zijn vader? Ik zei, dat was ook een Indiaan. Hij zei, die heb ik geërfd van mijn vader. Ja. En die heette Witte Veder. Witte Veder. Witte veder. Dus ik zei, dan heet u waarschijnlijk dus ook Witte Veder. Ja. Omdat u, ik heet Zwarte Veder. Zwarte veder. Ik zei, wat raar. Ik zei, maar waarom heb je dan allemaal van die witte veren op je hoofd staan? Hij zei, ja, ik kan ze moeilijk in mijn reet houden. Ik zei, omdat u vroeg van, heb u nog wat meegemaakt? Ik zal toch eens even mee. Nou, het was reuze interessant. We hebben genoten. Ik moet er alweer van door. Wat is dat? Ja, jammer, hè? Ja, jammer. Ja, de tijd vliegt als Graag. Dan zal ik volgende week weer terugkomen. Nou, liever niet. Ik vind het heel interessant. Maar goed, zullen we eens kijken bij Twan de Stuntman? Oh, hoe ver is die Twan de Stuntman? Ja, maar dat kan niet. Dus, moet er wel zo'n beetje zijn nu. We hebben het record, hè? 199 was het. Hoe ver zijn ze nu? Hallo. Bijna. 197, dat is een geslaagde. Op 2 te gaan. 198 al. Kijk, de paard die zit op. En dan 199, de voorlaatste klap. Oeh! Geweldig, die zo graag. Nou, die kan. En dan komt die. Gaat het erom, 199. 200, kom. Nummer 200. Dat zijn niet meer mensen. Ik kan niet meer. 200 halen, maar we hebben de 199. Wat zijn er dan? Oh, mijn hoofd. Er zijn geen mensen meer. Godverdorie, Frits. Het record. 200 moet ik hebben. Oh, maar we hebben er 199. Ik heb niks aan 199. 200 is het record. Wacht, ik zie daar een mevrouw. Misschien dat die even kan helpen. Dag mevrouw. Welkom. Zou u ons even kunnen helpen? Het gaat namelijk hierom. We zijn bezig met het wereldrecord val helpen slaan. En de 200ste slag moet worden geleverd. Wilt u dat doen? Pak die halen. Jazeker. Ja, kunt u het goed zien? Ik heb mijn bril niet bij me. De bril? Nou, dan hebben we een oplossing toch wel. Dan doen we even een kruisje maken. Op de Frits, je kan toch... 1. En dan vraag ik aan u, kunt u zonder bril Twan zo zien? Kunt u het zo zien? Ja. Twan zo zien. U ziet het kruis? Ja. Ja, oké. Okay. Geen misverstand? Dat heb ik klaar. Dan krijgt u nu de hamer. Oh. En dan wil ik u vragen, slaat u zo hard mogelijk op het kruis. U ziet het kruis, hè? Ja, ga uw gang. Oh, dit was het. Tot zover, Frits Dom. Vakantieman! Gezelligheid! De Randstudio. Oh. Je weet niet wat je weet. Ja, wel. Nou, het is in ieder geval, het is gehaald. Ja. Hij is over de 200. Ja. Gefeliciteerd, Twan. Ja. In ieder geval namens de hele redactie. Ja, er is nu weer een hoogtepunt. Nee, het is niet waar. Hallo fans, hier is meneer De Groot. Nou, dan worden er weer heel wat rechtop in het bedje gezet nu, hè.
Dick, ik wou even doorgaan op die olifanten- en koekjesraad. Weer die olifanten? Ja, het verschil tussen olifant en een koekje. Maar blijven we dat nou? Ik krijg stapelspost. Ik heb hier bijvoorbeeld... Maar schiet op, want de eindje loopt uit Winschoten. Oh, nou, wat is het verschil tussen een koekje en een olifant? Nou. Een koekje protesteert niet als je hem in de koffie doopt. Hij is er! Kom, dan gaan we afsluiten. We gaan het even op. We zien je graag weer volgende...